Ja, Jeff, zondag PSV, 2 keer verloren. Zie jij kans tegen die ploeg? Ja, zeker. En daar begin je eigenlijk goed mee, 2 keer verloren. En het is thuis bij PSV, dus voor ons een uitwedstrijd. Dus wij kunnen eigenlijk vrijuit voetballen. En zij hebben 2 keer verloren, dus de druk is hoog. Dus als je zo lang mogelijk op 0-0 kan houden, dan zie je de kansen gewoon best groot. Waar kunnen jullie PSV pijn doen? Nou, ik denk dat PSV misschien wel ongeduldig uit startblokken komt. En daarmee bedoel ik mee met het publiek, druk van het publiek. Ze moeten zeker tegen een club als Excelsior de punten binnen zijn huis houden. Dus misschien wel in de restverdediging van PSV. Dat ze misschien juist door het publiek naar voren geduwd worden met z'n allen. En extra risico's nemen om het zo snel mogelijk in hun voordeel te beslissen in de wedstrijd. En daar moeten wij ons voordeel uit trekken. Jullie hebben pas 1 punt gehaald bij een uitwedstrijd en thuis nog ongeslagen. Wat moet er veranderen in een uitwedstrijd? Nou, als je het zo zwart-wit bekijkt, dan moet je meer punten halen in uitwedstrijden. Moet ik wel erkennen dat het NAC uit, dat we ja, wel gelijk spelen. Maar ja, zeker niet onderdeel voor NAC. Heerenveen uit lastte natuurlijk in de laatste 10 minuten dat je een rode kaart krijgt. En daardoor de wedstrijd kantelt. Ja, Vitesse uit, dat was wel een tegenstander van formaat natuurlijk. Daar heb je niet echt weten te brengen wat wij normaal weten te brengen als team. En dat is ook denk ik een leerpuntje voor nu, voor de volgende uitwedstrijd. Om ook gewoon jezelf te laten zien en jezelf de durven laten zien. Ja, want het is nu tegen een hele grote club, hè? Leven jullie er anders naartoe? Nee, zoals ik het zo in de groep merk, leven we er niet echt zo naartoe van zo, we moeten tegen PSV. En dat moet ook denk ik onze kracht zijn, dat we niet bang zijn voor PSV. Nee, want ik zie de sfeer op de training, is relaxed, toch? Ja, vrij ontspannen en ik denk dat je het zo ook moet benaderen. En natuurlijk zijn we wel echt gebrand, want we weten ook dat we in de uitwedstrijd ook een keer een 3 punten willen halen. En ja, natuurlijk, bijvoorbeeld schrijft iedereen ons af uit bij PSV. Maar dat is denk ik misschien ook wel onze kansen gelijk. Ja, en even over jezelf. Ik zag je net een paar keer vrij trap oefenen, strafschoppen oefenen. Is het even om het gevoel weer te krijgen? Nou ja, ik doe het eigenlijk elke week. Pak een paar penalties op verschillende keepers. We hebben 3 keepers in de selectie. Nu stond Rob dan toevallig voor me de keepers trainen. Ja, je bent gewoon bezig om je trap vast te krijgen. En ja, is toch een wapen. Want je ziet dat ik dit jaar al 3 penalties binnen heb liggen. En ja, zij zijn ook bezig met analyseren hoe je het gaat doen. Dus je bent voor jezelf je trap vaster aan het stellen, om het zo maar te zeggen. Om meer te vertrouwen vanaf 11 meter, maar ook vanaf de vrije trapposities te krijgen. Je bent nu clubtopscorer en met 4 goals. Mensen gaan wel wat van je verwachten nu. Nou ja, het klopt. En dat heb ik vorige week ook in een interview aangegeven. Ze verwachten wat van me, maar ik verwachtte misschien nog wel meer van mezelf. En daar ligt denk ik wel een kracht van mee. Want tegen Cambuur kon ik zomaar 3 keer scoren en 2 assists afleveren. En na 90 minuten stond ik met beide op 0. Dus daar ligt nog wel een groot winstpuntje bij mij. En jullie krijgen dadelijk een moeilijke periode, hè? Qua wedstrijden. Ja, klopt. Als je zo vooruit mag denken. We kijken nu echt alleen naar PSV. Maar we krijgen inderdaad wel op papier een lastige. Maar dat is ook alweer op papier zijn het hele leuke wedstrijden. Waardoor je jezelf kan laten zien. We hebben in het begin van het seizoen onszelf laten zien door prima voetbal te spelen. En inderdaad, wat je zegt, vooral thuis. En nu moeten we ook de omslag maken om dat ook uit te gaan doen. Kunnen jullie in die wedstrijden tegen de wat meer grotere ploeg in de Eredivisie laten zien wie jullie zijn? Ja, ik hoop het wel. We hebben genoeg kwaliteit in de groep en we zijn vrij breed in de groep. Dus het moet zeker mogelijk zijn om ook tegen de grote ploegen ons spelletje te spelen.